Je luistert naar de 19e Hol podcast. Ja, we moeten wel beginnen met Paul, want die heeft gewoon dus die heeft echt niveau gevolgd. Ja, Paul, je zei vorige week dat je niet meer zou komen, wellicht, bij een bepaalde uitslag in je wedstrijd. Ja, wat zei je, 8-6? Ja, 8-6, dus het valt mij dit keer. Nou. Nou ja, de kop is eraf. Ik heb wel genoten eigenlijk. Klinkt een beetje raar, want we zijn behoorlijk geveegd. Maar we begonnen tegen de landskampioen, maar ja, ik had niet echt veel spanning. Het was gewoon best een leuke dag. Ja, maar behoorlijk geveegd. Die wedstrijd in de foursomes, dat was echt een topwedstrijd. Jullie stonden 2 down, kwamen mooi terug met een paar birdies. Ja, we hadden in de foursomes was inderdaad leuk. Freek speelde ook echt goed. En ik zelf was ook redelijk steady, dus het was best wel leuk. En we maken tussen 7 en 14, maken we denk ik 2 onder par. Ja, om helemaal terug te komen. En we deden niet zo heel veel verkeerd. Alleen op het einde verpesten we... Ik. Wel een hol. Verpesten we. Op het einde was ik juist bijna een hol aan het redden. Na een mooie flopshot. Maar knikkeren ze een birdie putter in van een medetje of 10. Dus toen was ik klaar. Hoe was het een beetje? Het voelde wel lekker om gewoon mee te doen. Ja, want jullie speelden op Broekpolder. Ja, best leuke baan. Die hebben ze helemaal vernieuwd. Ja. En die greens en die voorgreens. En ja, de glooiingen daaromheen. Dat is echt sweet. Dat hebben ze echt goed gedaan. En ik kende de oude baan niet, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar het niveau van alles rondom de greens was in ieder geval echt strak. Mooi teeboxen. Niet zo'n super spannende baan, hoor. Meer gewoon... Eigenlijk is Amelis Weert qua layout spannender. Alleen, ja, dat niveau ligt daar gewoon verder hoger. De kwaliteit is daar gewoon beter. Dus ook er waren zandfairways of zo, bedoel je dat ook? Zeg maar, ja. Nou, de Broekpolder is denk ik wel klei. Alleen er is een hoop zand gebruikt. En de fairways waren wel behoorlijk goed. Maar vooral ja, rond die greens hebben ze dus heel veel gedaan. Ja, het is toch het belangrijkste van de golfbaan. Als je de fairways oké zijn, kom je er nog wel mee weg. Maar als die greens moi zijn, dan kom je daar niet mee weg, vind ik. Dat is een beetje het probleem bij ons nu, hè? Ja, maar dus wat je op de oude negelvak hebt van die greens, die met je elevated zijn of wat verhoogd en dan met mooie glooiingen en zo, dat was wel echt duidelijk. Ja, die baan. Ja, dat hebben ze mooi gedaan. Zeker. En hoe was een beetje de sfeer dan? Want het is toch wel hoofdklasse. Het gaat nu echt beginnen dan. Dan kom je er allemaal aan. Dus heb je dan een ander gevoel daarbij dan bij vorige competities die je hebt gespeeld? Nou ja, het lijkt wel een beetje op de vorige competities. Behalve dat je af en toe mensen ziet en denkt, hey, dat hoofd heb ik een keer op golf.nl gezien. En toen we zaten, het was echt vroeg trouwens. Begon om 8:30, dus om 7:30 waren we daar al in Vlaardingen. Je was er ook echt, of niet? Ja, mentaal nog niet. Maar we waren er wel, fysiek wel. En toen kregen we het papiertje van de Haagse, de landskampioen van vorig jaar, zagen we die handicaps. Was wel even, nou, we wisten wat te verwachten was, maar mijn tegenstander was hun slechtste, met plus 2,6. Ja, dus dan kun je het nog steeds. die gasten konden het echt. Dus daar kon je in je single wel een holtje van winnen? Nee, nou ja, of single dan nog even kort. Ik hou niet zo van heel veel over mezelf praten, maar ik zal toch eventjes... Ja, maar wij vinden het heel leuk om dit te horen. Want eigenlijk, hol 1, 2, 3 zijn eigenlijk drie van de vier moeilijkste holes op die baan. Dus daar begin je mee. En ja, de 436 meter par 4 om te beginnen... Dus sla je echt een lang ijzer naar binnen. Daarna eentje met heel veel water rechts, smal ver, weet je. En ik mis 2 keer op die holes een 2 meter putje voor par. En ja, in je hoofd weet je gewoon... Oké, als die gozer een beetje zijn niveau haalt... moeten al die 2 meter putjes moeten erin. Dus die deden echt pijn. En de hol daarna, par 3'tje, sla ik een ijzer acht op echt op een meter. Was echt wel mijn beste bal van de hele dag. Die raakte ik zo fijn. Klein drolltje, precies waar die moest. 'S ochtends sloeg ik daar een 7 over de green. Dus ik dacht, oké, het is toch een 8'tje. En nu, en hij knikkert een 7 meter putter in voor beurt en ik mis hem. Oh. Ja. Dus toen ging ik nog een beetje, voor een paar vlaggen die op een randje stonden, waar ik niet voor had moeten gaan.
Dus toen ging het eigenlijk heel hard. Wat je dus nog toen... tegen mij zei in de foursome, daar moet je niet voor gaan. Nee, inderdaad. Dus, ja, toen, dus nee. toen dacht nou, er was nu geen water, maar wel een helling. En dan bounce die daarop en dan kick die ja. voor 6 meter je hebt weg. Ook niet zoveel keuze om safe te gaan spelen als je een paar downs nou ja, staat. Nee, dus dat is het probleem. Precies, ja. Als je 3 downs staat naar 4, dan ga... Ja, en toen verpest ik 2 holes. Ook gewoon met een paar slechte ballen, kan niet anders zeggen. En toen... I steadied the ship afterwards. waardoor het niet erger werd. En ik nog een mooie birdie maakte en vrij veel parren. Maar er was geen kruid tegengewassen. Dus het werd 6-5. En ik had graag een paar holtjes verder willen komen. Want het spel voelde... De swing voelde eigenlijk best wel goed. Zeker tweede helft van de ronde. Maar ja, tegen dit soort gasten kom je gewoon niet terug. Hij speelde 2-onder. Of 3-onder zelfs. Ja, kansloos. Ja, was nog wel een beetje gezellig? Ja, was... Ja, prima. Die andere jongen had het waarschijnlijk al naar zijn zin. Ja, zeker. Nou, ik hou altijd wel van een beetje ouwe hoeren. Dus het was best gezellig. En daarna was het ook gezellig, hoor. Het zweertje met heel veel... Die gasten kennen elkaar natuurlijk allemaal. Wij zijn natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt. Want eens in de 4-5 jaar redden we het een keer met het eerste en komen we erbij. Maar ja, het is gewoon wel gezellig. Bob moest nog een atje doen na de speech. Want Bobby had ons enige halve puntje gehaald, waardoor het geen sweep werd. Even, nee, ja, een heel puntje, maar een halfje gehaald. En dus dat was allemaal wel gezellig. En prima. Koppen ze eraf en we mogen nu naar Noordwijk. Daar schijnen 2 of 3 holes eruit te liggen, ook door het water. Oh, dat is zonde. Ja, die lange tweede, par 5. Het is nu een par 3'tje geworden. Klopt. En er schijnen ze ook allemaal gezeik met het water te hebben. Ik dacht, dat is toch een zandbaan? Ja. Dan moeten wij af en toe Pamela's nog minder onze handjes knijpen. Want, het schijnt dat het grondwaterpeil zo hoog is. Dat dus niet wegzakt. Nee, en er was ook iets met zout, zoet water, waardoor ze dingen. Ik weet de details niet. Maar tegen wie moeten jullie dan? Want je moet dus. Heb je een paar tegenstanders nu waarvan je weet van oké, daar moeten we hebben. Misschien moeten we daar een puntje tegen pakken of puntjes? Ja. Ja, dat moet je. Weet je even niet. Kon nog zelf al staan. Bob vertelde van de laatste keer dat ze de hoofdklasse speelde, dat Daan destijds captain naar hem toe kwam. Oké, tegen deze, daar hebben we echt een beetje kans. Werd 18-0. Ja, dat was tegen de Eindhovense. Dat was tegen de Eindhovense op Noordwijk. En toen, maar dat moet ik wel bij zeggen, en dit is ook wat Daan er dus altijd bij zegt. En terecht, hij zei, al onze singles kwamen op 18 toen. Oh, ze waren alle 6 kwamen op 18, dat weet ik toen nog wel. Ja. Dus ja, dan kun je ook 10-8 winnen, hè, als je al die singles in. Het had zomaar andersom kunnen zijn, dat wil je eigenlijk zeggen. Het had zomaar andersom kunnen zijn, weet je. Als het balletje net goed valt, ja, dan win je gewoon in Engeland. Er zullen de vaste... Je bedoelt als hij gewoon een rode kaart had gegeven, zoiets. Ja, zoiets, ja. Zit altijd tegen, ja. Alright, nou, dit was het einde van de Paulsen. En de maiden speech? Ja, dat was wel een rode kaart trouwens. Oh, goeiemorgen. Ja, ik zal even nadenken, waar hadden we het over? PSV speelde toch in Dortmund, dacht ik. Is er nog een andere club die Europees speelt? Maar... Hij had het over in Engeland, dus ik dacht, daar doelt u op. Laten we het er verder niet over hebben. Ik heb alles verdrongen, maar ik vond het wel rood. Maar was leuk, joh. Volgende week Noordwijk. Ja, dat is toch ook mooi. Misschien ga ik morgenmiddag nog even voorspelen. Maar hangt even vanaf of iedereen kan. Het is leuk, man. Het is een leuke baan. En ja, joh, het is begonnen, dus dat is leuk. Alleen, het is wel lekker als je iets verder komt. Ja. En knokken. Groei erin, Paul. Je maiden speech? Dat is pas na de laatste ronde. Oh, dat is pas laatst. Ik wist dat ook allemaal niet. Man, ik weet daar allemaal niks van. Nee, ik ook dus niet. Heel goed voorbereiden, is heel belangrijk, hè? Ja? Ja, tuurlijk. Dan pak je toch even center stage. Zo heel lang, zodat iedereen naar huis gaat als je helemaal bezig bent. Ja, jullie willen eigenlijk dat ik die podcast daar promote, toch? Juist. Doe maar, precies. We moeten die speech gewoon opnemen. Ik zet dat petje wel op, boven mijn das. En dan... Nee, heel goed. Nou, mooi. Dit was de tweede aflevering van Paul's Road to the Hoofdklasse. In de Hoofdklasse. In de Hoofdklasse. En dan gaan we nu verder met Rogier. Roger, heb jij nog gegolfd deze week? Ja, eigenlijk? Op een iets lager niveau. Oké, wat dan? Waar? Nou, ik heb herenmiddag gespeeld. Nou, we hebben het vorige keer al over gehad. Toen schoot ik bijna 100. Maar dan is de vraag nu, heb je hem verbeterd, je score? Ja, wel aanzienlijk. Ja, je speelde gewoon goed, man. Ik speelde goed. Het was weer harde wind, toch? Ja. Ja. En veel verwijs geraakt met mijn afslagen. Dus dat is... Dat ongelooflijk. Niet zo hard lachen. Het kan toch? Ja, dus ja, was gewoon, ging gewoon heel lekker. En het ging pas mis op hole 16. Hoe kan dat daar nou weer misgaan? Twijfelen tussen 2 ijzers. Daar was toch wind mee? Ja, wind mee van de zijkant. Okay. En dus ik zat twijfelen tussen 2 ijzers. Dacht ik, nou, ik neem die lange en dan sla ik hem wat rustiger. Rustig in de grond. Nou, dan haalt hij net het water. Ja, en hole 16 bij ons, voor de mensen die aan mensen weer niet goed kennen, is een par 3 over water. Maar vlak achter de green is een bunker. Dus ja, het gedeelte waar je moet laten landen is soms kan lastig zijn als je wind tegen me mee hebt. Ja, we hebben het hier vorige keer al over gehad. Het is eigenlijk
de hole waar je het makkelijkst kan scoren. Na de par vijven. Precies. En er stond volgens mij ook de Niri. Ik weet het niet zeker. Dus dan denk je, nou, nog wel ruimte. Ja, jij dacht die 16e paar schoenspanners, die wil ik ook hebben. Dus, nee, dat is de Leary. Oh, sorry. Die had hij alweer bijna. Of niet? Had je niet gewonnen? Ja, ik lag wel heel dichtbij, ja. Maar Tim lag dichterbij, verdomme. Jammer. Oké, okay, maar uiteindelijk bruto score plus 6 volgens mij, las ik. Volgens mij liep ik 81. Dus, dat is gewoon plus 11. Maar dat kwam door de laatste drie holes. Maar daar gaan we niet over. Oh ja, hebben. Maar het is natuurlijk Stableford. Ja. Ja, oké. Okay. Dus nou had je mij weer al van makkelijk mee verslagen. En zondag heb ik gemaand bekerd op Anderstein. Ja, dat ging al. Daar liep je 6 boven. Sorry, dat was even, die haal ik even door elkaar. Precies. Ja. Van de back team? Ja, ik loop ook zo vaak. Ja, nee, maar dat is hartstikke knap. Ik vind op Anderstein plus 6. Oh, okay. Dus het was vanaf geel. Dus het was wel een stuk makkelijker. Dat is wel fijn. Het baan lag er heel goed bij. Ook de greens waren redelijk snel. Nodig je ons weer eens uit? Ja, misschien. Ja, ik moest eerst even kijken hoe het was natuurlijk. Nice man. Ja, ik ben er voor het eerste jaar. Echt? Ja. Hoe moet je er anders komen? Met ver fietsen? Het is ver, man. Dus je hebt je lidmaatschap er al bijna uit op Anderstein? Jawel, maar dat komt wel goed. Dus nu gaat het echt beginnen. Het gaat wel mooi. Het gaat om de wedstrijdjes, hè. Dus, nou ja, ik vind plus 6 op Anderstein in wintercondities. Dan kan de green nog... Maar je speelt af en toe best wel lang. Ja, oké, het was dan geel, maar toch. Ik vind het best wel een goede ronde, toch? Sowieso echt een goede score. Ja, ja, het ging gewoon weer mis op de gebruikelijke holes. C4 tot en met C7, die kan ik echt niet. Normaal gesproken zijn dat 4-7's. En nu was het 5-5-6-7. Dus ja, drie slagen winst. Toch al 5 slagen winst. Dus prima. Maar jouw swing ziet er ook best goed uit, hoor, Rog. Ik heb hem lang niet zo rustig en strak gezien. Wat heb je voor me nodig, Paul? Nee, gewoon, jij mag ook eens een complimentje hebben. Ja, maar hij zei al de vorige keer tijdens de podcast ook nog steeds legendarisch. Dat hij zegt, ja, als ik stijf ben, dan draai ik nog redelijk normaal. Maar als hij helemaal loskomt, dan gaat het alle kanten op. Het probleem heb ik nu niet zo. Het is gewoon een stuk beter. Oké, mooi. Dus in die competitie ga ik de puntjes wel pakken. En jij? Ik ga het proberen, maar ik heb wel een oefenwedstrijd gespeeld weer. Matchplay 2 deze week. Ja, jij bent natuurlijk mijn captain, dus ik probeer wel even indruk te maken en vorm te laten zien. Ik speelde tegen Mark. Toen heb ik gehalfd. Dat is nog een leuk verhaal, want dat was wel een bijzondere laatste hole. Maar ik heb ook tegen iemand anders gewonnen. Ik weet niet meer wie dat was. Wie kan dat dan zijn, joh? Jij gewonnen van iemand? Je weet het origineel, man. Je doet het altijd hetzelfde. Nee, dat is niet waar, want ik heb nog niet tegen Martijn gespeeld. Ja, daar hoef ik het niet over te hebben, dat vertelt Martijn wel. Ja. Moet ik? Ja. Nee, dat is juist niet leuk, laat de winnaar maar vertellen. Vertel jij maar even hoe goed je was. Nou, ik speelde gewoon hartstikke lekker. Ja, ik liep 1 boven na 9 holes. En gewoon met volgens mij 2 birdies en 3 bogeys, zoiets volgens mij. Lekker man. Ja, hij speelde inderdaad prima. Volgens mij haften we de eerste 3 met par en toen trok jij hem langer door. Ja, jij hebt een paar er ook nog 13, 14 paar er allebei. En toen maakte jij ook nog ergens een birdie. Ja, op 16 maak ik ook birdie. Natuurlijk easy birdie hole. Ja. Hoe ging 15 bij jou dit keer? 15? Revanche? Nee, ging gewoon weer slecht. Oh. Gewoon weer een dubbel, denk ik. Nou, dat was wel leuk in ons rondje. Want hij had, Ja, dat was wel de cruciale hole 15. Want jij stond 1 up. Ja. En ik verprutste een beetje mijn afslag, volgens mij. Zoals altijd daar. Nou, die was niet... Maar het was vooral die blok naar links. Je sloeg je tweede bal. Oh ja, ik sloeg een goede afslag. Ja. En daarna inderdaad een slechte. En toen... Ik mischip en ik ging 6 maken, maar jij lag ook nog niet zo makkelijk. Nee, ik maak een 5. En jij putte je eerste put voor par, die putte je er nog even 2 meter voorbij. Ja. Waardoor ik nog dacht, het zal toch niet dat we nog even half met dubbel bogey, maar toen drukte je hem er toch in. Ja, inderdaad, echt zo'n spartelactie. Maar wat eigenlijk nog het leukste was, vond ik, is dat ik had 2 momenten in de ronde, dat Martijn had een soort recovery shot, moest hij slaan. En toen dacht ik, oh, dit is leuk, moet ik even filmen. Want als het nou een hele mooie koffieshot is, kunnen we die op Instagram zetten. En dan kunnen we mensen laten zien van, hey, kijk Martijn, als ik mooi. Hij kan het, ja. 2 keer lukt het niet. Dus helaas hebben we geen footage daarvoor. Wel leuk dat je dit ook nog even meldt, zo sympathiek. Ja, we zijn altijd vriendelijk naar elkaar in de podcast, weet je wel. Absoluut. Ja. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar je speelde inderdaad hartstikke goed. En, dus captain, ik ben in vorm. En de dag daarna speelde je gelijk dus weer. Nice. Ja, tegen Mark. En die begon redelijk slecht, maar die kwam heel goed terug. Ging er best gelijk op, maakte een parretje hier, een parretje daar. We stonden ons met 2 of 3 boven. En op 18 begon het eigenlijk leuk, want ja, dat was dan een beetje de beslissende hole. Nou ja, 18 kan veel gebeuren. En ik sla mijn drive. Nou, ik heb nog nooit zo'n verre drive geslaan bij ons op 18. Ik lag over die heuvel, helemaal bij de bomen. Dus ik dacht, nou, echt een goede drive. En Mark die sloeg een beetje rechts bij die boompjes daar. Dus ik dacht, nou, ik heb sowieso al een voordeel. Hij kiest verstandig voor een ijzer. Maar hij slaat dat ijzer tegen een boom. Die bal die valt naar beneden en die rolt heel langzaam richting het water en blijft net op het randje liggen. Dus hij had zijn bal niet in het water geslagen, maar hij moest wel nog een keer slaan. Maar hij moest een soort enorme slice om die bomen heen,
om dus naar de fairway terug te gaan. Nou, die slice die te veel, die slice die het water in. Dus ik denk, nou, dit kan niet meer mis. In de pocket. Dit kon je niet meer verliezen. Nee. Opleggen. Toen dacht ik van, hey, dat ijzertje. Maar toen zei die houten drie, pick me, pick me, pick me. Ja, maar oprecht, als je ver ligt, is houten drie misschien wel de veiligste keuze, hoor. Nou is die fairway mega breed. Ja, ik luister nog even goed. Ja, ik zei nog tegen Martijn, want ik zei nog van, oh ja, weet je, zelfs als ik die houten drie slecht raak, ja, zelfs dan carry ik nog wel 180 of 170 meter. Ja. Niet dus. Dus ik raakte hem zo slecht dat die bal dus gewoon ja een beetje snaphoek zo het water in. En ja, toen moest ik daar droppen en Mark ook droppen. Allebei een beetje op dezelfde plek. En ja, Mark maar lag dus met een slag meer. Precies. Dus Mark die slaat zijn ijzer. Echt een goed ijzer. Helemaal achter op de green. En de vlag stond ook helemaal achterop. En er zat zo'n downhill put naar beneden van, ik denk, zeg maar 7, 8 meter. En ik had een ijzer 9. Dus ik sloeg hem veilig een beetje rechts op de green. En vervolgens die put, nou, die laat ik liggen op een metertje, denk ik. Dus ik dacht van, oh ja, oké. Nog wel even, die moest ik wel even aan. Dat kreeg je nog niet. Maar ik dacht van, nou ja, die gaat hij toch niet maken, die put. Wat denk je? Plop, hij holt die put. Dus toen ineens had ik een meter put over om hem te halven. Ja, die maak ik dan wel, gelukkig. Maar ik heb echt, ja, we hebben het over competitiedruk, hè? Simuleren. Goede nou, competitietraining. God, dat was had wel je, even. Had je dit verhaal ook verteld als je hem gemist had? Nee. Dus in de competitie, veilig puntjes voor jou, veilig puntje voor mij, veilig puntje voor Mark. Ja, daar nou, zijn we eigenlijk al. Ja, het kampioenschap is eigenlijk binnen. We kunnen het nu aftikken. Eigenlijk je hoofdklasse. Dit is de Peter die ik graag hoor. Want jij was een maandje geleden zat je nog van, nou, ik weet niet of we wel goed genoeg zijn. Maar nu, bam. Mooi bruggetje. Martijn, hoe ging het bij jou? Nou, kijk, ik ben ook heel goed te porren om jou een boost in vertrouwen te geven. Want ik had natuurlijk best beter kunnen spelen donderdagavond. Maar nee, ik zag dat vertrouwen, dat heb je een beetje nodig. Nee, ik heb dus 3 keer gespeeld, 3 dagen per rij. Donderdag 9 holes matchplay tegen jou dan, Peter. Nou, die hebben we al besproken. Vrijdag herenmiddag, dat, ja, tegelijk met Rogier. Dat is ook wel een beetje unicum voor jou, toch? Zeker, ja. Ik had een dag vrijgenomen om een keer op de herenmiddag mee te kunnen doen. Nou, gelijk beloond met lekkere wind. Dat is echt mijn favoriete condities om in te spelen. Want ja, mijn ballen worden meestal nogal gekaapt door de wind. Heb je meer lengte? Goh, nou. Ja. Hoe ging het op 15 dan? Ja, 15, die ging lekker. Ja, van geel, hè, dan is die iets makkelijker. Dus ik kwam nu met de slechte drive nog wel weg. Alleen daarna ging het alsnog mis. Volgens mij, oh ja, ik weet nog, dat was mijn 6e hol. En ik stond 1 over naar 5. Dus dat was op zich gewoon prima. Eén mijn corner al gehad. Ja, dus ik dacht, ik lag op zich, kon ik qua lengte denk ik net naar de green. Maar ik dacht, ja, het is wel echt veel risico over de heg. Hoe vaak gaat het goed? Laat ik gewoon opleggen en dan verstandig met 3 naar de green. Ik heb geen idee hoe dit verhaal gaat eindigen. Ja, hoe zou dit toch kunnen eindigen, hè, Peter? Dus ik lig inderdaad met mijn 3e slag die iets te veel gepakt door de wind, net voorkant green. Ik leg hem schitterend erbij op een meter en die gaat vervolgens mis. En dan loop je dus alsnog chagrijnig van die hole af. Dus dat was al balen. Daarna had ik ja, nog, het ging best wel redelijk, alleen ik putte ook gewoon net niet helemaal goed. Ja, dat was gewoon jammer. Ik woensdagavond les gehad. Mijn posture moest ik helemaal aanpassen. Ja, jij bent helemaal anders gaan doen, joh. Ja, nee, ik was gewoon niet tevreden over mijn korte puts. Nou, dat heeft op de korte termijn helaas nog niet geholpen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nu stabieler ben met de stroke. Alleen, ja, ik moet er nog even aan wennen. Ja, want in onze wedstrijd putte je wel goed. Ja. En dus volgens mij zei ik nog tegen jou, van eigenlijk hetgene waar ik bang voor was, dat mijn lange puts slecht zouden gaan, omdat het voelt zo anders. Dacht ik van, kan ik die afstand helemaal niet meer inschatten? Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Ja. En, maar ja, met die herenmiddag ging dus de korte puts gingen er gewoon weer 1 of 2 van mis. Ja, dat is gewoon balen. Ja, maar moet jij niet terug naar de mallet putten? Nou ja, ik heb geen €500 in de kast liggen. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Hoezo? Waar geef je dan je geld aan uit? Je kan deze toch verkopen? Deze verkopen, dan, ja. Wat krijg je daar nog voor terug? Dan heb je nog maar 435 euro nodig. 3 tientjes? Ja. Maar dan lappen wij ook er nog wat bij, joh. Doen wij ook nog €5 in de pot. Ja. Doen we allemaal zo'n lab-puttertje. Zo, alle 4. Maar dit is eigenlijk een oproep aan de sponsors. TaylorMade, Callaway. Ja, zeker, ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit daarmee iets geprobeerd met putters. Ik heb 2 putters gehad in mijn leven. Dus wat dat betreft als ze wat sturen, wel rechtshandig. Nee, spijtertje. hebben wij iets moois. Ja. Oh, lekker is dat. Nee, linkshandig, hè, jongens. De Brian Harmon van de Medesweert. Nou, dat is een mooie naam die je zelf toe eigent. Goed, ik zie al iemand fronzen hier. Ik heb jou echt heel veel op tv gezien deze week. Ja, ja, maar dan hebben we het zo nog wel. Ik werk al net iets minder, hè. Ja, en zaterdag ging ik dus ook nog spelen tegen maatje van mijn team, Jasper. Vaak tegen gespeeld. Oh, nu heb je wel gewonnen, denk ik. Heb ik ook niet gewonnen. Oh. Nee, ik heb gewoon 3 dagen op rij gewoon geprutst. Ja, soms heb je dat ook. Dus je bent ook klaar voor de competitie. En voor de rest ging het eigenlijk best wat wel wat ik wel merkte bij jou, en ik denk dat jij dat ook hebt, Paul.
ten opzichte van misschien Roger en ik, is dat ik merk als ik met jou speel dat ik echt op sommige holes echt voordeel heb door mijn lengte. Ja. En dan bijvoorbeeld op 5 het nog even in. Nee, zo bedoel ik het niet eens. Maar wel, van jij speelt hartstikke stabiel, maar dan kom je op hol 15 en dan denk ik, ja, op 15 heb ik gewoon echt een grotere kans om een par te maken. Ja, want jij slaat 150 in en ik sla 180 precies. in, en zeker met die wind. Maar dan moet je me mee met speedsticks trainen, Martijn. Dat heb je in de allereerste aflevering. Mijn eigen speedsticks die komen eraan, dan hoef ik niet meer te lenen van de pro's. Dus... Mooi. Dus kan ik ook op het pleintje achter gewoon als een malle staan oefenen. Ik ben wel benieuwd wie dat gaat filmen dan. Ja, ik denk ook, die is gek geworden. Ja. Word je dan weggestuurd of opgepakt door de politie? Want staat hier een man. Wellicht. Staat hier een man met een wapen als een debiel te zwaaien. Breng zo'n wit jasje. Dwangbuis. En een dwangbuisje. Ja. Ja, gelukkig is het speedsbaancentrum dichtbij. Hè, dus dat scheelt. Zo. Nou, gelukkig maar. De players. Laten we beginnen met het spel, Rog. Want ik denk dat mensen toch wel heel graag een update willen hebben over hoe onze games staan. Gaan we het eindelijk over iets hebben wat ik leuk vind, over echt golf. En dan kom jij met het spel. Ja, want ik ben ik zei 2 weken geleden dat ik de rode lantaarn zou dragen voor het gehele spel, dacht ik. Maar vorige week deden de spelers het al goed. Toen werd ik snel afgekapt door jou. Heb ik nog even teruggeluisterd van we het even over het spel hebben. Nee, dat gaan we niet. En toen ging je eroverheen. Maar deze week deden mijn spelers het weer heel goed. Dus Roger, heb jij een update van relatief goed. Je hebt 18 punten erbij gehaald, waardoor je nu 93 punten hebt. Met wie? Mooi getal, 93. Met name Schaufelen, 12 puntjes. Tigala, een beetje. McElroy, die had natuurlijk veel meer moeten doen. Ja, na dag 1 dacht ik van, dit komt... Jij zat al te genieten, hè? Zat ik al te genieten. Want Peter, wij waren in de baan toen de players begonnen was, donderdag. Ja. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment stonden volgens mij nummers 1, 2, 3 zaten allemaal in jouw team. Volgens mij had jij Schaufelen, Fleetwood en McElroy. Ja, toen dacht ik, dit wordt helemaal een mooie uitzending. Nee, ik neem die rode lantaarn wel over. Ja, mijn spelers die underperformen zwaar. Hofland is echt helemaal weg, hè? Hofland, even denken, zondag. Ik heb dus nu Discovery Plus genomen. Want ik heb iets meer vrij. Dus Volvland. Dus dan kan ik af en toe 's middags even kijken. Als er mooie toernooien zijn. Ja, ja, ja. En het eerste wat ik zie is Hofland die dus op 12 dus bijna op de green slaat. Of is die drivable. Ja. En hij bleed hem zo over de green de ene kant. Daarna de andere kant haalt hij hem net. En 2 punts bogey. Dus jij zegt hij moet eigenlijk een nieuwe chipping coach aanstellen. Ja, inderdaad. Want hij had toch pest. Daar heeft hij last met chippen. Wist hij niet. Dat is ongelooflijk. Vorig jaar, eind van het jaar, gewoon de beste speler van de wereld. En met die Joe Mayo is het, geloof ik, hè? En die heeft hij eruit geknikkerd begin dit jaar. Het is helemaal niks. Ja, het was een goede pickball voor je team, Hofland. Ja, ik was nog jaloers. Ja. Ik heb dan Scheffler, dat is wel punten binnenhaken, maar ik vind Hofland leuker om voor te rooten. Ik ben jaloers. Nou, dat is wel leuk om even te vertellen, want we hebben deze game, hè. We gingen dat spel doen in de Fantasy League en we hebben toen besloten van we gaan ons de beurt kiezen, maar dan wel dat degene draften. Die als laatste kiest ook 2 keer mag kiezen en dan weer terug. Hè. Dus dat, dat dachten we dat het meest eerlijk was. En Martijn die mocht als eerste kiezen. Nou, toen we zeiden, volgens mij, Martijn, je mag... Scheffler, zei hij toen. Binnen 3 seconden. Ja, dus dat was redelijk maar na 1 minuut had hij de spijt, want hij had liever Hofland gehad. Nou, omdat ik dan het hele jaar voor Scheffler moet juichen. Ja, maar... Nou, hij performt wel voor je. Ja, dat wel. Maar goed, gaan we het zo over hebben. Goeie captain. Rog staat op 2. Rog, hoeveel punten heb je? Of hoeveel punten had Paul? Zo even voor de... Ja, Paul die stond vorige week op 85. Ja. En na deze week nog steeds op 85. Oké, en ik 93, maar dat is een klein gat. Kan wel alles gebeuren. Ja, en jij, hoeveel sta je? 95. Dus het is maar 2 puntjes tussen ons. Ik had alleen Matsu die nog even presteerde. Maar, die is wel echt goed dit jaar. Ja, Martijn die haalt gewoon deze week 38 punten. Ja. Jezus. Ja, het is gewoon niet eerlijk. Het gat met Martijn is... ik kan niet eens uitrekenen, heel veel. Maar als de meetjes komen, daar zijn dubbele punten te verdienen, hè? Ja. Dus dan kan het hard 2 keer zoveel als de grootste toernooi. Nou dan verdien jij 50 of 30 van Scheffler. Ja, maar als jullie dit ook zien, dan gaat bij de Masters nooit ver weg zijn natuurlijk. Nee, dit wordt niet heel spannend meer. Die wint alles. Dus eigenlijk zouden we zeggen dat... Maar dit kan Martijn eigenlijk niet meer weggeven, toch? Oh, gaan we zo beginnen. Ja, maar het is ook zo. Maar ik heb zelf niet meer in de hand, want mijn team is al gekozen. Hebben jullie genoten, jongens? Ja, we hebben één... Het begon al gewoon donderdag, die jongens... Alle goeie zaten al bovenaan. Rory maakt 10 beurt. Ja, dus, jij appte volgens mij donderdag al om 3 uur 's middags iets van... Nou, ze gaan min 10 lopen. Ja, ik dacht echt, want die baan was zacht. En die goeie jongens begonnen en ze grepen hem echt. Ik had wel echt gewoon major vibes.
Ja. Die baan, dit is wel de vetste baan die ze er nu dit jaar speelden. Hij lag erop. Ja. Het zag er allemaal zo gemanicuurd uit. Dat is echt gaaf. En, ik heb ook meer waarde ingegeven, maar we gaan misschien een beetje van de hak op de tak, maar dan moeten mensen ons maar even... Dat is normaal. Daar zijn we voor. Ik vond die closing stretch hier, is toch wel echt heel gaaf. Met 16, 17, 18. En ik weet dat we het hebben over, wat Rotje zei over de bingo, dat er vaak wordt gezegd, oh ja, dan lopen ze op 16 en dan kijken ze al naar 17 naar de green. Ja, dat werd ook weer 10 keer genoemd. Dit is maar de beste, toch is het gewoon echt heel cool. Dit is de beste closing stretch in golf. Oh, ja, maar heerlijk, ze hebben ook, het is niet alleen closing stretch, want dat 4 tot en met 8, ook briljant mooie holes. Ja. Vind ik echt leuk om te zien. Ja, en dan nog even 12 tussendoor. Een beetje gek is die, maar ook wel leuk. Ik vind, maar die par 5 zijn ook allemaal cool. Ja, maar die 9e is ook echt lastig voor ze. Ja. Goeie, lastige tweede slag naar de green. Ja. Ja. Maar het goede aan die baan is ook dat je hebt de risk-reward zit overal in. Bijvoorbeeld, want hole 11 vind ik ook zo'n hole. Ja, het kan helemaal misgaan als je slag over water in die bunker of zo. Je kan zo een bogey of een dubbel maken. Maar ja, je kan ook eagle maken. Nee, maar alle type slagen. Vorige keer zeiden we op B-Hill, was leuk. Alleen het t-shot was 60-70% belangrijk. En hier is echt elk facet van het golf is hier belangrijk. Dus dat is gewoon supergoed aan deze baan. En ja, het was nu best wel zacht, dus ze breken hem totaal af. Als het iets harder is, dan zie je op 17 denk ik ook nog wel wat meer ballen het water in stuiteren. Nou, dat was nu sowieso. Volgens mij hoorde ik op een gegeven moment ook de commentatoren zeggen van, zou die green van 17 nou net iets harder zijn dan de rest? Ja. Want je zag best wel wat ballen doorstuiten. Dat vond ik wel goed geobserveerd van ze. Want ja, als je hem binnen 4 meter van de rand landt, normaal zou je zeggen met die spin, dan ligt hij wel stil. Maar hij stuitte zo hard door bij sommige mensen. Ja, echt veel ballen aan de achterkant erin. Maar ze hadden wel weer wat meer, een wat dikker laagje. Ja, een mooie kraagje. Kraagje gemaakt. Dat was wel terecht. Ja, anders het is echt oneerlijk. Vooral die donderdag, toen hij voorop stond, daar waren er echt heel veel het water in gegaan toen. Ja. Nee, het was mooi. Het was heel mooi. En ik heb eigenlijk vrijdag weer de hele dag gekeken. Het wel druk. Wij spelen herenmiddag. Hij kijkt de players. Ja. Ik heb wel even getraind, maar ik heb inderdaad, ik had wat meer tijd. Ik was donderdag, vrijdag vrij, dus ik heb veel golf gezien. Lekker man. Was echt geniet. Zijn er nog dingen echt opgevallen? Dat je zegt, nou, dat vind ik wel echt heel grappig. Of dat was heel leuk om te zien dat je daar... Paul, vrijdag... Nee, die eerste dag even Foxy. Ryan Fox had ik nog even opgeschreven. Want die maakte dus voor het eerst ooit eagle op 16-17. Oh, je hebt het uitgezocht. Ja, het was de eerste ooit. Er was nooit iemand die eerder eagle had gemaakt. Nou ja, die had wel een... Ja, daar heeft vast wel iemand een hole-in-one gemaakt op 17. Maar niet na een eagle op 16 dus. Nee. Ik heb het echt opgezocht. Okay. Dat is wel bizar trouwens ook, hè? Ja. Ik zag nog een grappig interviewtje met Fitzpatrick. Hebben jullie dat meegekregen? Over dat gewicht is een club. Ja. Ja. Dus die komt hij nu achter? Ja, die kwam hij nu achter. Die had dus vorig jaar bij zijn ijzers had hij een heel klein beetje gewicht erbij gestopt. En dat beviel hem heel erg. Dus had hij dat bij zijn driver ook gedaan. Maar hij zei, hij was vergeten dat hij het bij zijn driver ook had gedaan. En eigenlijk was het daar dus helemaal niet fijn. Dus hij zegt, ja, ik heb gewoon ruim een jaar heel slecht staan driven. Ja. Maar anders had ik dus nog meer punten. Maar en nu heeft hij hem eruit gehaald. En hij was een van de langste van de week, hè? Hij sloeg echt supergoeie drives. Ja, hij had op de eerste 9, zowel zaterdag als zondag, had hij het een beetje laten liggen. Maar voor de rest speelde hij echt supergoed. Wel leuk, want we hebben wel wat Europeanen nodig die goed zijn. Want de laatste weken was niet top, nee. Nou, jouw Aberg was er natuurlijk ook bij. Oh, Berg. Oh, oh Berg. We spreken het uit, Rogier. Oh, Berg. Oh ja, die... Ik word wel die liep 3 keer 67, alleen een 73 op vrijdag, die nekte hem. Ja. Ik word er wel een beetje moe van. Waarvan? Aubert. Ja. Oh, die discussie over zijn naam. Hoe heet hij nou? Bij iedereen spreken we toch gewoon zijn naam uit zoals het in het Nederlands-Engels een beetje klinkt. Ja, knap. Zeggen we ook. Nee, Nederlands-Engels. Nederlands-Engels. Maar dan gaan we nu ineens bij Scandinaviërs. Gaan we ineens die uitspraak doen. Maar je zegt toch altijd Hendrik Stenson? Ja, dat zegt niemand. En nu ineens je gaan we... Zeg dan Aberg. Niet Aberg. Ja, dat is een soort semi-Zweeds. Ja, nu ineens gaan we dat wel doen. Onzin. Doe me denk aan die scène uit de luizenmoeder. Kan iemand Matsuyama even Japans uitspreken? Nee. Oh. Eigenlijk niet. Maar ken je die scène uit de luizenmoeder? Nee. Dat als die kindje in de klas is. Ach, met... Dat zijn die ouders komen, nee, het is gewoon Ahmed. Ja, dat zeg ik toch. Ahmed. Ja, dat is zo, dan moest ik daar aan denken. Toen dat over dat Aberg. Ja. Dus tip aan Ziggo, zeg je nu eigenlijk. Tip aan Ziggo, doe gewoon normaal. Kom op, zeg.
Kleine shout-out voor JT Poston. Die wilde ik nog even doen. Niet een van de meest vlammende... Ja, oprecht. Die zette altijd bij. Ja, die was nu ook weer goed. En nu was hij ook weer goed. Het hele jaar al. En vorig jaar was hij ook al best wel goed. Staat hij niet top 20 van de wereld of zo, toch? Ja. Bij de illegale wereldranglijst. Bij de illegale wereldranglijst staat hij top 20. Ja, maar bij de gewone misschien ook. Bij de Data Golf misschien ook wel. Oh, wat heerlijk. Ga eens even voor jullie kijken. Ik heb hem hier openstaan. Gaan we hoorde nog... ergens dat... Het heel raar is dat er iemand was die nog geen één major had gespeeld, heel hoog stond op de wereldranking. Ja. Of was dat Aberg? Is dat negende? Oh, negende. Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Of ja, misschien maar inmiddels alweer hoger. Wel twee keer gewonnen. Negen op de wereldranglijst. Dus nog geen één major gespeeld. JT staat 35. Nee, maar JT staat op de wereldranglijst niet zo hoog, omdat hij heeft geen wins. Hij speelt elke week solid, elke week achtste, maar dat wordt niet zo erg beloond. Schaufele wint ook nooit en die staat gewoon tweede. Hij staat tweede op de wereldranglijst? Volgens mij wel. Netjes. En die wordt... Nee, maar die wordt dan niet achtste, maar die wordt tweede. Jouw theorie gaat totaal niet op. Nou, we gaan alle spelers af. Maar we gaan even structuur. We gaan even structuur. Okay, even structuur. Hebben nummer 3 in de wereld. Schaufele is wel een beetje tegenvallen. Dus kijk, ik ben op de laatste dag. Wat vinden jullie? Ja, heel eerlijk. Ik vind Schaufele een leuke gast. Geweldige golfer. Maar hij kan het niet echt afmaken de laatste jaren. Ik vind ook onder druk putten. Dat is bij hem toch lastig. Een beetje dat McRoy gevoel krijg je erbij. Hebben jullie Sung Jae Im nog gezien? Nee? Dat was wel echt een bizar moment. Ik kreeg dat filmpje doorgestuurd van iemand via Instagram. Hij sloeg een bal, sloeg die richting een vlag. Die bal die landt, zeg maar, ik denk 5 centimeter achter de vlag. Die bal stuit door, hij spint terug. Dat was toch Joel Damon? Nee, dat was Sung Jae Im. Oh. En die bal die raakt de pitchmark en daardoor gaat hij uit de hole. Anders had hij hem zeker uitgehold. Die heb ik wel gezien, ja. Bizar. Toen dacht ik echt, dit moet echt de meest unlucky break zijn ooit, of niet? Ja, die was wel een lekker. Die scenes daar, hè, hole 17, dat theatertje wat ze daar maken. Ik heb lang niet zoveel mensen bij golf gezien. Dat was toch ook wel echt wel cool gedaan, hè? Heb je niet naar de Waste Management gekeken? Ja, maar dit is wel mooier, vind ik. Ja, dit was echt mooier. Dit was echt een arena. Bij Waste Management is 16 jaar. Dat zijn ook allemaal een beetje van die boxes en zo. Ik vond dit cool. Ook iedereen in het gras. Ja, nee. Ja, en die sfeer was ook wel bizar. Want ook die laatste paar holes was toch een beetje het einde van het toernooi. En dan misschien moet toch even daarin natuurlijk de closing section. Ja. Die twee wedges van die gasten. Zo. Dat is natuurlijk wel bizar. Ook op zo'n moment en op zo'n hole. Gewoon allebei een wedge slaan. En de hele dag zag je ze daar eigenlijk safe. Een beetje links van die bunker gaan. Hè, om niet het water in te gaan. Ja, weet je, de Scottie Scheffler... Line. Ja, en zij gingen er wel voor. En ze ook even shout-out naar Clark. Op 16 deed hij dat ook, hè? Want achter die green is water. Ja. En hij sloeg echt een beest van een drive. Hoe was die, joh? Ja, iedereen had nog 220 yards in. En hij had gewoon 175 of zo. Ja. Maar toch met Clark heb ik dus... Hij beukte naar zijn 8 naar die achterkant van die green. Dat was echt een vette bal. Maar Clark heeft dus echt dingen waar hij echt heel likeable door is. Dit bijvoorbeeld. Ja. En ik merk steeds meer, de vorige week ook, dat hij echt steeds meer... Komt hij bij mij in een positieve daglicht. En maar op dit moment ook gewoon echt bij de top 5 beste golfers van de wereld natuurlijk. Maar dan zie ik weer die drop. En dan weet je waar ik het heb. En toen dacht ik echt, come on, alsjeblieft. Ja, dit kan toch echt niet. Net als vorige week. Maar hij liep er ook nog overheen. En iedereen zag dat hij gewoon in die hoge rough moest droppen. En dan probeerde hij hem nog een beetje... Helemaal plat te maken. Ik heb toch niet helemaal het idee dat het net zoals Patrick Reed helemaal expres is. Maar misschien moet hij gewoon een keer een regelles nemen of zoiets dergelijks. In plaats van les met... Jij denkt niet dat dit expres is? Na vorige week? Nu weer. Dat is wel expres. Dat denk ik ook wel, ja. Dat is gewoon expres. En ik vind wat Paul zegt. Paul zei vorige week heel terecht. Is hij gestraft? Hiermee ga je echt je imago een beetje kapot maken. Oprecht. Die Clark, hij is in die interview... Is hij weer niet gestraft? Hij is weer niet gestraft. Hij is in die interviews best wel leuk. Hij was in full swing best wel leuk. Ja. Hij hoort gewoon bij de beste van de wereld. Hij heeft vet golfspel. Ja, helemaal als je zulke ballen gaat slaan, dat vind ik... Ja, veel beter wordt het niet. Behalve de winnaar, komen we zo op. Maar en dan lukt het je toch om niet likeable te zijn. Ja, dan doe je gewoon slechte dingen. Maar wat jij zei, want Schaufele stond erbij... En hij ging droppen. En Schaufele kwam ook echt ernaartoe lopen. Hè? Van, ik ga even checken wat hij aan het doen is. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, hij wilde terug naar de fringe. Ja, hij had dan die deep rough. En hij dacht, als ik hem nog net een klein beetje zo... dan leg ik in de fringe en dan heb ik gewoon een betere... En toen dacht ik echt, je zag dat Schaufele had het gewoon door. Die ging er echt naartoe. En toen zei Schaufele, je kan ook naar achteren. Ja, niet oké. Okay. En nu we toch Clark aan het bashen zijn... Het was veel te veel in beeld ook... hoe die puts leest met die caddy. Ja, oh, met die wedge erachter. Die caddy daar zo bij staan met die wedge. Is toch kut, jongen. Dat kan niet. Nee, vind ik ook niet. Überhaupt, waarom nemen ze het in beeld... Dat is jouw stokpaardje. Dat wil je toch helemaal niet slaan zien? Dan ook. Ik wil mensen zien die ballen slaan. En oké,
iemand die zo naar 17 loopt en dat publiek en om zich heen kijkt en impressed is. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Maar mensen die puts lezen, dan moeten ze echt niet meer op tv laten zien. Nee, had die put, beter moeten lezen op 18? Nee. Ja. Zo, ja. Dus, er zijn ook wel meer dingen die ze op tv niet moeten laten zien, volgens mij. En daar hadden we nu ook wel een aantal voorbeelden van. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, onze favoriet Brian Harmon. Peet. Oh god, we zijn met het onderwerp aangekomen, hoor. Laten we het even snel behandelen. Ja, want dit is wel belangrijk. Hier ging het gisteren, denk ik. Ik denk dat het in onze appgeschiedenis, denk ik, iets van 150 berichten hierover is gegaan of zo, over Brian Harmon. Ah, als je het 4 dagen op Parijs hebt. Oh zo, ja. Want, ja, ik vond dat jullie veel te ver gingen. Ja, dat is precies. Ja, nee, hij gaat te ver. Zitten we weer in twee kampen hier? Ik ga tegengas geven. Ik denk dat hij 12 waggles te ver gaat. Van de 14. Hij doet er gemiddeld 14. Ik zat samen met Christine te kijken en die zei ook van ja, het is gewoon ook een beetje zielig. Ja. Die had een beetje medelijden met hem. Het is gewoon neurotisch iets. Ja, maar dus kan je dan niet beter bij Disabled Golf meedoen of zo? Ik vind Brian Harmon cool. Ja, dan hebben ze in ieder geval mensen. Ik heb gejuicht voor Brian Harmon en hoe harder jullie gingen haten, hoe meer ik voor Brian Harmon. Ja, dat vond ik dus wel leuk. Ja, ja. Dat is heel leuk. Dit gaat sowieso een thema worden door de hele podcast en hoe lang die ook duurt. Valt wel mee. Ik heb net voordat we de podcast gingen doen nog even een paar interviewtjes zitten kijken van de jongens naar de players. En ik heb Brian Harmon geeft goede interviews, man. Ik heb ook zijn interview na die Open nog even terug zitten kijken. Maar die duren wel lang. Ik vind het leuk om naar Brian Harmon te luisteren, hoor. Het is echt wel een goede guy. Zegt hij ook, stottert hij dan ook of zo, of wat? Let op. En hij gaat nog een toernooi winnen dit jaar. Ja, zeker. Het is ook echt gewoon een goede golfer. Maar het is gewoon, elke keer dan ziet hij waggle. En dan denk waggle. Ik, als je en dan gaat hij slaan, dan denk ik, weg, rechtsbal. Is ook slice, kant. Hoek, maar, slice. En dan elke keer gaat hij rechtdoor. Maar wij stonden echt te roepen voor die tv. Die waggles zijn irritant. Maar er zijn andere golfers, die zijn weer veel langer bezig met clubselectie. Maar dat is niet in beeld. Hè? Het is pas in beeld als je erachter staat. Dus je ziet, het lijkt niet alsof hij de langzaamste speler op tour is. Maar misschien doet hij het eerste deel wel heel snel. Maar het is eigenlijk de schuld van de cameraman. Nou, want ja. Kijk, als ik Peter film, dan wacht ik ook tot hij zijn 3 oefenswings heeft gedaan. En dan ga ik pas filmen. Peter is ook een waggle. Hoeveel waggles heb jij, Peter? 3. Dus dat is 1 te veel in Roger Maatstaf. Ja, dat is wel 1 te veel. Ik zou zeggen, alles boven 2 waggles is gewoon een slag. Ja. Maar dan zat Harmon niet in de top 10. Nee, maar dan gaat hij misschien gewoon wat sneller spelen. Ik denk dat hij het wel kan. Ik denk dat Paul zegt, volgens mij speelt hij over het algemeen niet heel langzaam. In zijn hele ronde. Ik heb die laatste flight. Echt geen heel veel wacht, hoor. Nee, het is echt geen kent. Ik denk dat het ook niet is. Ik denk gewoon dat hij, en dat is natuurlijk wel een beetje lullig om te zeggen. En ik vind het niet iets positiefs aan mezelf. Maar dat iemand gewoon niet likable is. Maar ik snap het. Ja, maar dat is natuurlijk niet. Hij is natuurlijk een super, super, super goede golfer. En hij heeft Ryder Cup gespeeld. Meerdere toernooien gewonnen. Hij speelde briljant. Ja, want die Open gewonnen. Ik heb hem. Oh ja. Het is ook leuk als er mensen zijn waar je een hekel aan hebt. Dat maakt sport mooier. Ja, dat vind ik wel een mooie. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat jullie het hebben. Ik vind het juist leuk dat jullie het hebben eigenlijk. Alleen ik vind het ook leuk om jullie een beetje tegengas te geven. Ja. Als jullie heel positief waren geweest, dan had ik de andere kant gekozen. Ja. Dat vond je eigenlijk leuker, hè? Heerlijk, heerlijk. En mag ik daar even wat anders zeggen? Ja. Want we waren, misschien moeten we het ook over de winnaar hebben. Ja, nee, we stopten. Die hebben we al gehad in het begin, toch? Maar we gaan zo nog even terug naar Scotty. Maar jij stopte bij die laatste put. Maken jullie wel eens geluid als je in je eentje golf zit te kijken? Dat is een rare vraag, maar vast wel. Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ik eigenlijk ook niet. Nou, maar ik betrapte me erop dat ik echt gewoon. Ik slaak de kreet uit. Ik dacht, zoiets kwam eruit. Ja, je bedoelt bij Clark, toch? Ja, die laatste put. Ja. Maar Christine was erbij. Nee, die was al boven. Ik heb dat nooit als ik in mijn eentje golf kijk. Ja, bij de Ryder Cup misschien. Ja, maar dat je echt geluid maakt bij golf als iets gebeurt, dat doe je niet, toch? En nu had ik het wel. Maar volgens mij hadden we toch in onze appgroep ook alle 4 hadden we zo'n opmerking van... Dat was wel echt een momentje, hoor. Ja, dacht hij dat hij hem had of niet? Ja. Zo. Maar dit is wel echt hij bewijs. Hij zat er ook wel heel diep in eigenlijk. Je moet nooit instappen. Ja. Nooit instappen op zo'n moment. Nooit denken ik ben arrogant en ik loop hem erin. Dat blijkt hieruit. Nee, dat is gewoon enthousiasme. Ja, hij dacht dat hij hem had. Ja, ik zag nog een interviewtje na afloop. Hij baalde natuurlijk wel echt van. Hij zei van als kind had ik altijd al zo'n moment willen hebben dat ik een grote put voor een groot toernooi om in een play-off te komen. Of een toernooi te winnen. Hij won de US Open op 1 slag ook. Ja, maar die won die blijkbaar niet met dat hij een put moest holen. Dat was een tap-in of zo, want hij maakte een goede par. Hij moest gewoon 2 put maken. Ja, en dat is toch anders. En nu had hij dat gevoel voor zichzelf. Dus daar baalde hij. Kijk, wat hij had natuurlijk ook van ik win veel geld, veel punten, allemaal leuk. Maar het ging hem om het gevoel. Het was echt een vette climax, toch? Ja, zo, die laatste holes, Scotty die waanzinnig was, die hem uitholt op 4.
Schauffele dat putje mist op 17. Harmon die er hele dichtbij was. Want Harmon slaat hem uit die Pine Swirls. Ik zag het interviewje nog. Hij dacht eigenlijk dat hij hem stifte. Ja. Want... Hoe kreeg maar, hij zoveel spin? Maar hij released het totaal niet. Hij lag meteen stil. Dus hij had diezelfde put eigenlijk als Clarkie had. Ja man, het was echt een vet einde. Ja, en die holes lenen er zich er ook voor. Omdat je kan er ook op de 18... Als je, stel je hebt één slag voor... Ja, je maakt er zo'n bogey of een dubbel. Ja, nee, juist. En nu was het andersom. Moesten drie mensen een birdie maken. Ja, dat had ook zomaar zoals kunnen. We al zeiden, die laatste holes is gewoon het vetste einde... Ja. Wat je op een golftoernooi kan hebben. Dat was super cool. En Scotty wint. Ja, Scotty. Ja, dat hebben we toch bij Scheffler uitgekomen. Want ik denk dat we gewoon al een halve kunnen vullen... alleen met de statistieken en zo over hem. Dat is niet nodig. Hij was weer gewoon... Het is echt bizar hij was, hij was gemiddeld aan het putten deze week. En hij wint gewoon elke ronde 5-6 slagen op het veld met ball striking. Ja. En hij is ja, maar niet alleen ja, of de tee met ijzers. Hij is ook gewoon de beste chipper ongeveer van het veld, hè? Ja. Ja. En hij loopt nu een 64 op zondag. En als je die 64 kijkt, dan denk je nog... nog wel 2-3 slagen laten liggen. Zeker. Ja, hij mist nog dat putje. Wat is het? Op 13 of zo? Ja. Ja, überhaupt toch. Die vrijdag en die zaterdag was hij eigenlijk gewoon ja, normaal. Zijn B-game noemde iedereen het. Ja. Ja. McIlroy was ook echt onder de indruk. Hè? Die gaf ook een interview aan van... dat zijn ballstriking nu. Hij zegt, het is gewoon van een andere planeet nu. Dus ja, niemand die zo goed slaat. Ja, ik heb... Als McIlroy dat zegt. Maar je ook, ik hoorde ook ergens weer een vergelijking qua ballstriking met de Big Cat. Met de man in het rode shirt. Gaan we het niet te lang over hebben, want dat wordt een vervelende discussie. Gaan we niet doen. Hij was het niet, toch? Nee. Nou, ik denk wel... Heel eerlijk, als ik nou ja, ik ben natuurlijk de Tiger-fan. Oh. Ik denk wel dat dit... We hebben natuurlijk best wel veel stretch gehad. Ook met Spieth en met Thomas hebben we het gehad. Eens. En met allemaal... Ik durf wel te zeggen dat dit voor de eerste keer is dat je denkt... Het gaat langer duren. Dit is echt wel bijna... even deze twee toernooien. Tiger-esque, hoe dominant het is. En, laat ik ervoor opstellen, hij moet dit nog wel even 15 majors volhouden. Om het zo te zeggen. Helemaal mee eens. Maar en dat hoe... zei hij zelf ook. In die persconferentie zelf zei hij het allerbest. En toen, wat hij zei van iemand tijdens de Arnold Palmer... had tegen hem gezegd, Scotty, you're number one... en toen ging het over dat hij zoals Tiger was. En toen zei hij, ja, ik moet het alleen nog wel even 11 jaar volhouden. Hij had in 51 starts, de laatste 51 starts, hoeveel top 3's had hij? Heeft hij gehad, denk je? Oh mijn god. Top 3's, dan moet je wel een beetje realistisch hij zijn. Hij heeft 7 keer gewonnen, hè, nu? 20. Ja, ik zat ook aan zoiets te denken. Ja, 14. 22 top 3's. Ja. Ja. Bizar. Ja. Maar hij had toch vorig jaar ook zo'n stretch dat hij alleen maar top 10, top 7 eindigde. En hij won dan vorig jaar niet zoveel, maar... Ja, van de, ene, van de laatste 51 toernooi heeft hij 34 keer top 10 gehaald. Ja, dat is dat, is dat, wel, zijn, dat zijn wel Tiger stats inderdaad. Ja, zo steady is echt nooit iemand geweest hoor. Ook maar goed, speed, het komt natuurlijk ook omdat iedereen een live is. Hè. Dat is zo makkelijk tegenwoordig op de PGA Tour. Ja. Dus daar staat een sterretje aan het zeggen. Nee, maar ik dacht, ik doe het even voor je. Ja. Taylor Gooch. Fijn dat jij het er ook weer met aangeschoven. Is jammer dat Taylor Gooch niet meedeed. Hè? Mogen toch één ding over live even Taylor zeggen? Taylor Gooch had wel min 23 gemaakt, denken jullie niet? Ja, sowieso. Ja, die was gelijk geëindigd met DeChambeau en zo ook in niemand, denk ik. Ik vond wel een beetje storend dat ze ook in al die interviews... ze hadden het wel heel veel over de fifth major en de strongest field in golf. Ja, dat kan je gewoon tegenwoordig niet meer zeggen over de players. Strongest ja, field maar, in golf. Maar ik had wel gewoon die vibe dat ik ook. Echt wel een grote nooit. Ja, want wat maar jij zegt... is wel echt duidelijk, qua veldsterkte is het nu gewoon duidelijk minder dan de major. Er moet snel wat gebeuren. Eén klein plus dingetje voor PGA Tour. Want we hebben natuurlijk best wel wat gehad over het momentum van Liv. Wat ik wel echt mooi vind, en daar hadden we het net al even over die players en ook over deze baan. Dit kun je niet kopen. Die historie. 50 jaar players met al die geschiedenis, al die beelden. De bingo hebben we helemaal kunnen invullen en af kunnen hadden vinken. Hadden we hem compleet? Nou, ik denk wel, dat die redelijk compleet was. Nee, maar het is, je ziet wel, en dit is wel iets wat de PGA Tour wel heeft. Want je moet nog 50 keer het Hongkong Open spelen voordat je hier komt. Toch? Nee, als je geluk hebt. Dan, ja, en nog wel meer. Jawel, maar ik denk dan wel van, dit is toch wel echt een kracht. Ja, dit is echt, en dit is wel iets... En uiteindelijk gaat het er wel om, en dat is, daar hebben we het ook al 3000 keer over gehad. Als die gasten erom geven en het willen en dan onder spanning komen te staan, dat is het mooiste maar om te zien. Dat voel je ook. Dat toch? Voel je nu dat gewoon. Voel je donderdag al bijna. Ja, nee, dat is heel cool. En dat is dus dat was echt geweldig. Nog een paar shout-outs. Bezuidenhout is echt best wel goed dit jaar. Ja. En hij heeft één keer zo'n stretch gehad op de European Tour ook. Toen won hij in Zuid-Afrika en toen. Was hij ook echt supergoed, maar ik had niet verwacht dat hij nu een soort comeback zou maken op de BJ. Want hij was BJ. Tweede op American Express en deze week, wat was hij uiteindelijk geëindigd? 12 of zo? Ja, zoiets. Ja, netjes lekker. Nog een shout-out. Siwoo Kim, oud-winnaar, wordt gewoon zesde. Ja. Ja, met een hele leuke laatste lag volgens mij. 64 ook toch?
En Aberg toch wel. Ja, eerste keer knap, players. Knap hoor. Ja. Eerste keer players. Oh, wat leuk. Nou ja, we moeten sterren hebben in Europa. En als Hovland en McIlroy en Fleetwood slecht presteren, raam naar Liv is, dan hebben we Aberg nodig. Hey Paul, als ik bij jou kom kijken met golf, hè? En ik sta een beetje in jouw lijn. Sla je dan gewoon een bal vlak langs me heen? Of vraag je dan of ik aan de kant? Zo. Dat is wel een shout-out voor Homa. Die denkt echt van, er staat iemand te filmen. Die ga ik echt maar vol in. Holy shit. Kinder die? Ja, die was natuurlijk compleet mis. Tegen een boom aan, hè? Dat ja, echt vlak boven. Dat filmpje was indrukwekkend, hè? Moet je even delen op Instagram, denk ik. Nah, ja, ik weet niet of we dat mogen delen van anderen. Dat heeft iedereen al gezien. Die heeft men wel gezien. Maar zoek hem even op, want als wij hem niet mogen delen, dat vond ik echt bizar om te zien. Dat was wel echt heel goed. Goh, ik had echt het gevoel dat die gast doodging. Van recht op zijn hoofd. Ja, maar als die er raakt, ben je ook echt dood. Maar Homa zei daarna ook, ja, dat had hij niet moeten staan. Ze zei, ja, maar hallo. Die gasten worden ook ergens neergezet. Ik betaal je $200. Ik ga gewoon lekker in je lijn staan. Maar, nee, maar je krijgt die gasten die het publiek tegenwoordig, krijg je niet meer weg. Nah. Ja, dat gaat zo één metertje naar achter. Totdat je denkt van, nou, oké, dit zal wel goed gaan. Maar stel, hij had hem geraakt. Had zijn familie dan een handschoentje gekregen met I'm sorry for in the kist of zo? Of, zo. Nou, ja, misschien wel een bal erbij. Goh, ja, nou, dat is gewoon, maar goed dat goed is afgelopen. Want het had ook heel anders kunnen zijn. Wij hebben toen op de Ryder Cup meegemaakt dat iemand een bal in zijn oog kreeg. Ja. Hebben jullie dat gezien? Zijn oog kwijt. Ja, dat was echt gezien? Dat niet. Maar we waren wel in de buurt. Wij waren wel op die hole toen, toch? Ja, de Kupka sloeg hem daar toch? Een lange drive op die haalbare zesde of zo. Ja. Nog één ding over de players. Clark hebben natuurlijk opgehemeld, maar ja, op 17 op zaterdag. Toen ging het even mis, hè? Zo. Over de helft. 20 meter tekort of zo? Over de helft. Ja. Oei. Toen dacht ik van, oh, nu gaat hij doorzakken. En toen maakte hij toch weer een birdie met zijn tweede bal. Dus het was ook wel weer klasse. Ja, hij laat het echt wel zien, hoor. Mooi. Nou, ik heb toch nog één dingetje. Twee dingetjes eigenlijk. Heb je het nieuwe logo gezien van de players? Die is wel leuk. Ja, van de PGA Tour bedoel jij? Ja. Van dat Scotty zo scheef staat. Ja, die geweldig. Vond ik wel echt geweldig. Leuk gevonden. Ja, dat was echt heel die leuk. Die zag ik ook in de app. En eentje dus ook nog mooier is. En dit is misschien mooi afsluiten. Hoe vaak is het voorgekomen, denken jullie, dat een speler dus 2 weken op rij won en dat de runner-up ook 2 weken rij hetzelfde was? Ja, nog nooit. Nog nooit voorgekomen in de PGA Tour. Nee, nog nooit. Nog nooit voorgekomen op de PGA Tour. Is de allereerste keer. Sowieso titel verdedigen op de players. Eerste keer ooit. Back-to-back Arnold Palmer en de players. Ja. Ook de eerste keer ooit. Ja, een klein beetje eigen geschiedenis schrijft hij langzaam wel. Onze Scotty. De nieuwe Tiger. En ja, ik vind hem ook leuk hoor. Hij was ook in zijn interviews wordt hij steeds beter. Echt wel leuk. Ja, en kindje onderweg. Meredith stond er ook weer bij. Ook ja, leuk. Dan gaan we er ook nog een hoop van horen. Poel. Ja, en jij bent van de spelersvrouw, hoor. Dus misschien doen we binnenkort ook Paul RTL Boulevard, zoiets. Ja, hoe lang duurt het nog? Krijgt hij dat kindje net op tijd voor Augusta? Noemt hij hem Augusta? Of haar? Zelia misschien, net zoals Sergio. Zijn er nog meer holes? Iets met een bel, toch? Golden Bell, of wat is het? Zo wel daar? T. Olive? Komt de bingo voor waarschijnlijk over een paar weken. Misschien wel een leuk onderdeel om te introduceren, aangezien we volgens mij de afgelopen weken elke week weer een nieuwe ding introduceren, is dat wij gaan best wel vaak met elkaar golven, ook wel eens op golfvakantie. We hebben een aantal landen die favoriete bestemmingen zijn en een van de Portugal. En we dachten dat het leuk is om misschien eens wat te delen over een golfbaan die we daar gespeeld hebben. Misschien ook om mensen te inspireren van, als je een tripje plant, vink deze baan dan even aan. Ja, de laatste weken waren er ook zoveel golftoernooien dat we geen tijd hadden. We hadden het eigenlijk al eerder bedacht, maar het is wel leuk om af en toe even wat eigen golfervaringen van gave banen te laten horen. Ja, gewoon meer ga erheen, ga lekker spelen en misschien leuke waardevolle tips. En nu wil je het over de microklimaatbaan hebben, toch? Ja. Zo staat die bij mij bekend. Ja. Zeker. Ja. En we hebben het niet over Interlagos. Altijd nog. Olaf Mol. Nee, daar hebben we niet over. We hebben het over Peña. Het ligt wel vlakbij een circuit ook. Zou dat misschien iets mee te maken hebben? Misschien wel, ja. Misschien doen ze dat expres, dat er mooie regen bij het zorgt voor mooie races. Welke Marco Verhoef kan wat over het microklimaat daar vertellen? Nou, binnenkort nodigen we Olaf Mol een keer uit. Dat is ook een golfer. Dat is geen grapje. Penyalonga. Maar Penyalonga, daar gaan we het over hebben. Dat is een baan in Portugal. We zijn er, volgens mij 2 jaar geleden hebben we er samen gespeeld met z'n allen. Tussen Lissabon en Óbidos. In het natuurgebied Sintra.
Ja, en het is in mijn ogen een unieke baan in Portugal, omdat het dus geen kustbaan is. Het is echt een bosbaan eigenlijk. Ja, misschien ligt het wel aan de kust, maar het is... Nee, het ligt aan de kust. Oké, het kenmerkt zich echt door bos en mooie hoogteverschillen. Ja, zo, zeker. Nou, wij kwamen eraan. Misschien leuk om iets te vertellen over een beetje hoe het eruit ziet als je aankomt rijden en de ervaring. Ik vond het clubhuis heel mooi. Zo, het is luxe, hè? Ja. Het wordt ook wel terugverdiend in de prijs van de bakjes koffie, hè? Ja, we hebben daarna die ronde ook nog wat gedronken. Dat was echt insane. Nou, ze hebben inmiddels een Michelinster. Ja, en dat konden we ook wel zien. Martijn en ik zijn er jaren geleden wel eens geweest. En toen was Martijn jarig. Toen heb ik hem getrakteerd op eten. Dat zou ik nu nooit meer doen daar. Ben je nog aan het afbetalen of niet? Ja, ja, regeling kan voor. Ja. Ja. Nee, maar nu hadden we, wat is het, allemaal van die Michelin sterren hapjes. Ja, we wilden natuurlijk na die ronde even een beetje borrelen. Zo, dus, we dachten, neem een frietje. Dan kregen vier van die frietjes met zo'n stipje mayonaise erop. Ja, zo'n toefje al ervoor opgezet. En bloemetjes er, van die kleine bloemetjes erover, toch? Qua marge is dat echt perfect, hè? Ja, qua marge. Dat is gewoon 37 keer over de kop. Wat ik me vooral daar nog kan herinneren is dat het echt, want over dat microklimaat, het zeker van de regen. Ja, het was nat. Nou, we kwamen daar ook aan en dan we gingen naar de driver. Ik weet dat wij nog even naar de driver range gingen, Paul, want we wilden even nog een paar ballen inslaan. Dat was ook een van de smalste ranges ooit, volgens mij. Het was een soort steile helling naar beneden. Ja, het was een rare range. De bal ligt altijd onder je voeten, behalve als je links bent. Dan ligt hij boven je voeten, zeker. Ja, dus het was een beetje apart. Maar dan het begon ook te regenen en we dachten, ja, hoe gaan we in godsnaam hier die ronde af kunnen maken? Maar toen we gingen spelen was het droog. Precies, maar toen gingen we spelen. We hebben zowel vanaf de gele tees gespeeld, weet ik nog. Ja, want we gingen elke keer, als we het gemiddelde slechter was dan +10 de dag ervoor, dan gingen we een tee terug. Ja, dus het viel nog mee dat we van geel speelden. Nee, de ronde daarna zijn we weer van wit gegaan. Zeker. Want we hebben het hier waren we beter dan. Ja, dit ging lekker. Ja, het was een mooie baan. Ik vond hem, het was er niet, ik heb niet zoveel ervan onthouden als ik van Obie Dolls en Westcliffs heb onthouden. Daar in de buurt. Nee, maar het is ook, denk ik, in die categorie ook niet helemaal qua prijs. Maar toch wel. Jawel. Maar hij is ook gewoon prima, toch, die baan. Het is alleen, die anderen hebben nog net even meer signature holes, zeg maar, ertussen zitten. Dat je echt denkt van waar je een baan echt op houdt. Zo'n praia, als je dan langs de kust loopt en die hole ziet, dat is geweldig. Dat heb je hier niet echt. Hè? Dat uitkijken op het circuit is niet per se een pluspunt. Nou, dat is toch ook wel echt leuk. Het is leuk. Maar, En die hoogteverschillen, wat jij het al over had, Paul, die zijn wel echt behoorlijk extreem. Hè? Volgens mij hole 3, die loopt behoorlijk omhoog. Ja, maar vooral de holes naar beneden zijn natuurlijk echt super vet. Je hebt die par 3 vierde, dat is een par, die is, ik weet niet, 140 meter of zoiets dergelijks. Maar daarna heb je de par 5 naar beneden. En dat is een signature hole, want daar staat nog zo'n oud Romeinse... Het is een slag door. Waar water doorheen loopt. Ja, poortje. Ja. Aquaduct. Waar lijkt het allemaal aquaduct op? Is het van vroeger, Ik helemaal blij dat ik met 2 naast de green lag. Volgens mij kwam voor ik het eerst in je leven. Ja, kwam ik met de 6 alsnog vanaf. want ik moest door dat poortje heen chippen. Ja, dat was leuk. Wel komisch. Ja. Maar toch vind ik dit wel een hele mooie, leuke baan. Omdat het is inderdaad, wat Rod zegt, daar zit ook wel wat in. Hè. Je hebt een praia, maar ook Westcliffs. Allemaal de kust, mooie vergezichten. En je ligt bijna aan het strand. Dit is wel echt een bosbaan en heeft dat dan niet. Maar... Nee, voor de afwisseling is het superleuk. Als je daar bent, moet je deze wel echt even meepakken. Ja, zeker. Ja, er zitten echt een paar hele goede holsters. Ook 16, die is best lang. Die gaat eerst zo helemaal naar beneden. Ja, en dan die green omhoog. En dan moet je weer helemaal omhoog. En wij gaan bijna altijd in februari. Hè, dan is het daar kans op net regen. Okay. Graadje of 16 gemiddeld. Maar dan betaal je de helft van wat je in april betaalt. Ja. Dus dat is echt een tip. En dat is ook wel een reden om daarheen te gaan, want... Of je daar 60 moet betalen of 120, dat scheelt natuurlijk wel. Ja, wel leuk, want Rotje zegt hol 16, ik heb daar een leuk filmpje van. Die zal ik even op Instagram zetten. Dus dan hebben mensen gelijk een idee van waarom het die leuk is. Die was heel mooi, maar mijn hoogtepunt van de ronde kwam op hol 17. Hol 17? Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Gebeurt daar iets? Dat is een par 3 naar beneden. Hol 18 was ook mooi. Ik weet nog wel, ik heb een hoop golfvrienden die boos worden. We hebben er in de aflevering af en toe even al genoemd. En Martijn... staat bij mij niet bovenaan dat lijstje. Behalve op debuut. Maar hij is wel de enige die ik ken die een club snapte. En dat was daar. Maar dat was niet eens dat ik hem keihard in de grond ramde. Ik gooide hem gewoon na een teleurstellende bal, gooide ik hem achter me weg. Ja, en die landde op een steen. Toen was hij gebroken. Ja, ijzer 6. Ja, ijzer 6. Ja. Dus die kon ik niet meer slaan. Dan moest je professional daarna met ijzer 5 slaan. Ja, of 7 denk ik dat ik sloeg. Ja. Volgens mij vonden we die bal nog terug. Ja, klopt, ja. Wel. Ja, want ik was helemaal teleurgesteld. En dus was niks aan de hand. Nee, je maakte gewoon bogey. Ja, maar de hoor daarna had je wel lekkere bounceback, hè? Want dat maakt het verhaal even wat mooier. Ja.
helemaal pissed off van zijn hole. En dan nog even de laatste hole spelen. Dat je denkt van, nou, ik wilde zo snel mogelijk. Ja, par 5, niet de allerlangste, maar 4,45 of zo. En je slaat je houten 3, je slaat je naast de green. Volgens mij, dat was juist het rare. Ik sloeg volgens mij zelfs een ijzer in. Jeetje. Ja. Ik weet niet wat er met die drive gebeurd is, maar die was echt gigantisch lang. Ben je op een tegel geland? Ja, blijkbaar. Twee keer. Nee, ja, maar en die landde dus, of die kwam uiteindelijk net naast de green in de fringe. Ja, chipje erin. En ik stond nog steeds op een plof. Ja, dan gaat de chip er opeens in. Eindigen met een eagle, maar wel met 13 clubs. Ja. Dat is toch genieten. Ja, maar ik heb wel hele leuke herinneringen aan die baan. Gewoon. Het is echt dat ik denk van, oh ja, dat was echt een leuke baan die we samen gespeeld hebben. Nice. Dus dus er zijn ook veel van die holes op de kaart, die lijken heel kort. He, dat je denkt, 280 meter par 4. Ja, dan gaat het omhoog. Super makkelijk. Nou, dus ik heb tegen Martijn heel vaak wel eens gezegd, toen we daar eerder waren geweest, van, oh, dit is echt een eagle. He, hier gaan we even scoren. Dan kom je er met een 8,5 of zo. Omdat hij zo ver omhoog gaat. Ja. Dat is toch wel even afzien. Dus sowieso is dat in Portugal altijd. Hè? Ook met hoogteverschillen. En dat maakt je moet er echt even moeilijk aan wennen, zeg maar, hoe dat is. Want ja, je hebt natuurlijk nog een extra variabele erbij. Normaal heb je al wind en de zuiverheid van het contact, die nog alles wisselend is. Maar hier heb je ook nog eens van, ja, als je hem tekort slaat, dan mis je vaak zelfs de green. En dan rol je soms helemaal terug naar beneden. Ja, ja, en door die hoogteverschillen is de green lezen ook moeilijker, hè? Want de greens liggen dan vaak bijvoorbeeld op een heuveltje of zo. En dan maakt het toch weer moeilijker om te zien. Ja, in dat landschap vind ik het echt moeilijk lezen soms. Ja. Gaan we voelen. Dus als je daar bent, ga er zeker langs. Peñalonga. En Paul, goede tip. Zorg dat je vroeg genoeg gaat, want dan betaal je de helft van de prijs. Hebben jullie dingen voor de korte ronde deze week, jongens? Ja, nog één dingetje over de players dan maar. Jay Monahan, die deed natuurlijk zijn jaarlijkse speech, hè, of zijn persconferentie. Ja, heb ik ook gezien, ja. Nou, daar gebruikte hij zoveel mogelijk woorden om niks te zeggen. Alweer. Ja, dus dat was toch alweer. Hè, van tevoren was er misschien toch een beetje iets van, nou, zou er wat uitkomen? Nou, dat bleek dus helemaal niks van. En dan krijg je toch het gevoel dat het nog ver weg is, hè? De deal. Dat had ik ook, dat gevoel. Maar dan mijn korte ronde dingetje. Tiger Woods heeft dit weekend en vandaag weer een rondje gespeeld met Yasir Al-Rumayyan. De baas van PIF. Is dat His Excellency? Moet hij hem dan ook zo noemen? Ik denk dat het in dit geval andersom is. Wie noemt wie inderdaad His Excellency? Ja, nou, dus, ik denk dat Big Dick Eldrick niemand His Excellency noemt. Rory was ook positief over deze man. Ja. Want anders gaat je hoofd eraf. Nee, Greg Norman vond hij een lul. Maar dit was wel een gast die echt... daar was hij positief is, over. Dus ik ben geen fan van Greg Norman. Nee, wij niet. Oh, okay. Maar dat zou... Nou ja, dus ik hoop wel dat ze een paar stappen dichterbij komen. Ja. Jongens, dat hebben we de vorige keer over gehad. Maar het zou toch wel echt gaaf zijn als we de beste weer wat vaker tegen elkaar zien. Ja. Jay werd dus ook nog uitgefloten. De players. En Schaufele was super kritisch op die persconferentie. Er is zeker nog wel veel verdeeldheid in die golfwereld. Ja, logisch toch ook. Ik denk dat Jay Monahan niet lang meer blijft zitten. Dat hele 6 juni was natuurlijk gewoon één grote debakel voor de PGA. Ja. Ja. Rog, jij bent altijd de man voor de korte ronde. Ja. Nou ja, kijk, brand los. We hebben het vandaag nog niet over Liv gehad. Dus dat wil ik toch even nog over Liv hebben. Komt u weer, hoor. Ja, want... ik ga je steunen, want ik ben ook Liv. Liv speelde dit keer op Macau. Oh nee, het was niet Liv, het was Asian Tour. Hoe heet dat? Oprecht? International die gasten, Series. Die gasten maar, gingen daar toch allemaal heen omdat ze minder wilden golfen? What the fuck? Ja, als ze die punten krijgen, dan gaan... Maar die krijgen ze niet. Ze moeten wel punten halen voor de wereldranglijst. Dus zij doen nu heel erg hun best, zoals één speler dat niet doet bij Liv. Taylor. Taylor, die denkt, fuck you. Maar de rest doet heel erg zijn best om toch in die majors te komen. En dat was dit keer weer succesvol, want ze waren in Macau. En ze hebben niet gewonnen, toch? Maar ze hebben dit keer iemand anders laten winnen, dus het is echt wel netjes van ze. Wie heeft ze gewonnen dan? John Catlin. Oh, die kennen we nog van de DP World Tour natuurlijk. Ja, maar die had ook een mooie ronde, toch? Of heb je dat niet voorbereid? Ja, had een hele mooie ronde. Maar van de top 5 waren er maar 4 van Liv. En de winnaar was John Catlin. Wie waren dat? Herbert, Reed, Kokrak. Ja, en die laatste. Nou. Puig. Die Spanjaard die doet hartstikke goed. Dat is wel een mooi rijtje. Die wil je wel uitnodigen op je verjaardag. Ja. Nou ja, maar het is wel mooi om te zien. Dat is ook een jonge jongen. Waarvan we hadden vorig jaar toch nog nooit van gehoord. Nee, voor Liv kende ik hem niet. Nee. En hij heeft een toernooi gewonnen. Hij staat elke keer bovenaan.
Ik vind het wel knap. Ik zag wel voorbij komen dat Garcia nog even een 63 schoot. Volgens mij in de eerste ronde. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, daarna was het niet zo best. Nee, maar oké, maar hij kan dat nog wel dus. Ja. Ja, hij heeft ook al in het eerste toernooi van het jaar op Mayakoba heeft hij de play-off gehaald. Ja. Hè? Maar goed, dit was de korte ronde, dus laten we snel afsluiten. Maar het was geen 59. We moeten niet te hard over Liv hebben. Oh, okay. Heb je nog gekeken naar de dames? Ja. Van de Mannersweert. Ja, ik ben samen met Martijn naar Hilversum gereden. Ja, want dat had je aangekondigd. En, echt een clubman ben je ook. Nou ja, maar het leuke was dat we hadden dat natuurlijk vorige week aangekondigd. Van jongens, als jullie in de buurt zijn, kom lekker kijken. Nou, ja, het was, was druk, hè? Ja. Zo. En ze hadden ook echt tribunes moeten bouwen en zo. Ja, precies. Nou, dus onze pro Pieter was er ook. Ja. Nou, ja, en van de Mannersweert waren er wel echt wel wat mensen. Ik denk een stuk of 10, 12 of zo, toch? Allemaal podcastluisteraars. Ja, ja, dus dat was wel leuk. En de tegenstander van de Mannersweert, daar was niemand van. Maar nee, maar die kwamen ook uit Oost-Duitsland ongeveer, toch? qua afstand, qua rijden. Dat die kwamen uit Oost-Duitsland om even 17-1 eraf gehakt te worden. Op Broekpolder waren er ook best een hoop fans, maar geen één van de Mannersweert. Was te ver weg. Die waren allemaal op Hilversum. Ja, ja, nou, Hilversum waren een beetje doembeelden van tevoren. Ja. Ze vonden heel veel water. En er waren wel twee holes ingekort, hol 15 en 16. Oeh, dat is jammer. Dat zijn leuke par 4'tjes. Moeilijke par 4. En dat waren nu twee lange par 3's geworden. Ja, ik hoorde dat het een par 3 voor de dames van 190 meter was. Dus maar die 15 is toch naar beneden? Oh ja, dat is naar die par 3. Dat is wel een lange par 4. Ja, die is lang. Ja. God, wel naar beneden gelukkig. Dus dat is wel lekker dat dat nu een par 3 is. wij moeten daar binnenkort ook spelen. Ja, maar wel pas over een maand, hè? Dus, Het ziet er niet goed uit. En tenminste, het ziet er best wel mooi uit. Alleen er zijn een aantal plekken die zijn gewoon echt heel nat. Daar bij hol 18 heb je voor de green heb je die twee bunkers liggen. Ja, die hebben ze helemaal opnieuw gemaakt, toch? Dat gebied. Nou, dat kan je dus niet meer zien. Want daar staat gewoon nu een waterhindernis. Ja. Dat is dus geen waterhindernis, maar dat staat er al heel lang stil. Dus dat stinkt als ik weet niet wat. Ja, dat, Dus je wil daar heel snel even putten en dan door. Kan je dat niet laten wegpompen of zo? Nou, dat is grondwater, toch? Dat is het probleem. Ja, dan komt het dus blijkbaar weer terug. Maar het ziet er wel echt vet uit. Het is misschien wel mooier dan die bunker. Dat is eigenlijk een soort, typische Sawgrass, hole 17. Ja. Ja, dan heeft de dames gewonnen, hè? Ja, ja. 17-1. Dus, was het een beetje leuk om te kijken, ook of niet? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk sowieso leuk voor ons om te kijken als onze clubje wint. Maar was het ook leuk, gewoon goed golf? Was het gewoon spannend? Het was niet heel spannend, want ze speelden tegen Hoemshuis. En die waren voor het eerst in hun leven volgens mij in de hoofdklasse. Dus dat is bij de dames is dat vaak wel van korte duur. Hè? Als je voor het eerst in de hoofdklasse... Wat zenuwen en zo bedoel je? Of wat? Nou, dan gaan ze er weer net zo hard uit, want het niveauverschil is best wel groot. Ik wou eigenlijk zeggen dat het een beetje het Amelisweert van de mannen zo ongeveer is qua Ja, de top bij de dames, kracht. De top bij de dames is gewoon nog een stuk smaller. Precies. Dus er zitten ook handicappers 10 tussen. Ja, zeker. Ja. Dat zag je ook achterin, dat het wel een groot niveauverschil was met ons team. Ja, dus onze dames stonden redelijk goed voor. Ja. Maar denk je dat ze kans hebben om dan bijvoorbeeld de kruisfinale te halen en zo, of niet? Ja, dat wordt wel lastig. Ik begrijp dat lastig wordt. Okay. In de pool bij de Haagse en Noordwijk schijnen wel goed te zijn. Okay. En de Pan. En de Pan. Tegen de Pan wordt gedacht dat ze nog misschien wel een kansje hebben. Dus dat is een leuke wedstrijd. Het Utrechtse onderrondje. Dan gaan we met fakkels. Hooligans. Ja. Wat achter die dames van de Pan aan? Nee. Intimideren daar in dat bos. Ja, ja. Het escaleert snel hier. Hè, dat door... Nou, we zoeken uit wanneer het is. Dan gaan we zorgen dat Amelis weer wint. Ja. Ja. Peter, jij nog iets voor de snelle ronde? Ja, dan grijp ik nog heel even terug naar Wyndham Clark, toch? Heeft hij nog ergens vals gespeeld? Nee, er werd heel erg. Hij kreeg heel erg de lof van Pat dat hij na zijn ronde, na het putje, dat hij nog handtekeningen gaf aan kinderen. Ja. En er stond hij echt nog een uur zat die handtekening te geven. Dat en stond op zich ook echt wel leuk. Zeker, maar er stond dat vind ik het geweldige aan Instagram. Natuurlijk zijn er ook heel veel kanttekeningen en haters en niet zo leuke dingen aan Instagram. Maar er zitten ook wel eens mensen die dan gewoon echt een leuke opmerking maken. En toen stond hij natuurlijk die handtekeningen te geven. En toen stond er van, wow, what a class act. Wyndham signing autographs after his nederlaag. En toen stond er zo onder, die 3 miljoen maakt wel een hoop goed, denk ik. Dus ik denk dat hij het niet zo erg vond. Toen dacht ik, je moet het ook een beetje in perspectief plaatsen. Dan vond ik het alweer grappig om te lezen. Onze prijsvraag, hè? Voor de grote voorspelling, de 19e hole voorspelling. Niemand had goed.
Ja, je had hem wel nou, mooi voorgezet, want je zei, ja, durft iemand anders dan Scotty te zeggen. Dus ja, dan, en daarna hebben Martijn en ik ook gezegd, Scotty gaat gewoon winnen. Nee, jij en ik zei, nee, Scotty gaat gewoon ik winnen. Ik zei, golf is moeilijk. Nee. Nou, ja. Bleek niet. Ja, jij zei, Martijn, jij zei letterlijk, ja, nee, dat gaat niet, want hij moet nu weer het hele veld verslaan. Ja, inderdaad, weer 140 man. Ja, zaterdagochtend op de putting green kwam er nog iemand naar mij toe, hè? Arno, die was helemaal gelukkig, want Clark stond 4 slagen los en hij had Clark voorspeld. Oh, lekker. Dus hij was engaged. Hij dacht, dat petje komt mij. Die heeft dat laatste putje ook gezien, ja. Denk ik. Ja. Hij wilde, dus hij baalde gisteren. Hij wilde graag een petje winnen. Ja, zeker. Die heeft ook met zijn handen in het haar gezeten. Oh nee, toch niet. maar we hebben geen goede voorspellingen, want niemand durfde meer Scheffler te voorspellen naar onze... Ja, dus we houden dat petje. Dat wordt nog meer waard. Voor de Masters. Ja. Hebben we er voor de Masters straks 2 weg te Ja, want er komt nu geen groot toernooi meer. Dus het eerste petje wat we weer weggegeven is bij de Masters. Ja, Snake Pit vind jij niet groot toernooi? Nee. We bewaren hem voor Majors, Signature Events. En anders hebben we ook niet genoeg, joh. Nee, inderdaad. Eenmaal eens. En we gaan ook geen bingo meer maken van het... wat is het? Het Valspar Championship volgende week? Nee, één grote bingo. En dat is de Snake Pit, toch? Ja, die komt wel. Dat is klaar. Dat is genoeg. En ja. Ja, en als we het toch hebben over wat er niet geraden is. Het geluid is ook niet geraden deze week. Terwijl ik dacht dat ik hem iets makkelijker... Hij was echt wel moeilijk. Hij was wel moeilijk. Joh. Nee, ja. Ik vond hem ook moeilijk. Nou ja, het was alleen als je elke week golf kijkt, is het makkelijk. Ja. Maar het was dus iemand die 59 ging maken en toen ineens toch 61. Ja, 62 zelfs. En het was een Europeaan. En daardoor is het zijn tweede win. Maar wanneer... Nee, maar het is heel recentelijk. Vorig jaar was ja, het. Maar dat, het commentaar was zo Amerikaans dat ik dacht, het is weer een Amerikaan. Ja. Nee, het was inderdaad op de PGA Tour. Het was op de John Deere Classic. En het was inderdaad Sepp Straka, de Ryder Cup ster. Die tot dan het laatste moment gewoon een 59 kon maken. Maar pas op de fairway van 18 zijn ijzer poelt naar links. Ja, en hij ging ervoor en hij miste hem. Daardoor verloor hij ook nog... daardoor riskeerde hij nog dat hij in een playoff kwam. Ja. Voor het toernooi. Want hij was echt vroeg gestart die dag. Ja. Dus er zaten echt nog iets van 8 groepen achter of zo. Ja, dus nee, maar deze was toch te moeilijk. Ik moet hem toch iets makkelijker maken. Ja. Volgende week dan meer doen we gewoon iets met Tiger Woods of zo. Op waarschijnlijk wordt het Better Than Most, Better Than Most, zoiets. Of Oh My Goodness. Maar ik ga hem toch weer een keer doen, dus het golfgeluid komt zo weer. Maar hij was dus niet geraden, dus deze week weer een nieuw geluid. Wat win ik dan? Een shout-out, Martijn. Een shout-out. Je weet er heel veel van. Heel goed uit. Ik kijk te veel golf, dat is duidelijk. Heb je er wel zin in dat geluid, of niet? Ja, ik kijk er elke week naar uit, Peter. Dat moet ik volgens mij plicht zeggen tegenwoordig. Zeker. Nee, ik vind het gewoon leuk te horen dat je er zo... Nou jongens, dan is het wel, denk ik, voor deze avond. Ik vond het in ieder geval wel heel gezellig. Heel gezellig. En volgende week zijn we er weer. Weer met onze eigen golfverhalen, mooie toernooien. En, kijken of Paul dit keer wat verder komt. Ik ga wel... Laten we dat als doelstelling 16, doen. Kom op. De doelstelling moet zijn niet 5-4 is al winnen. Nee, 2 holes winnen. Ik speel verdubbeling. Ja, meer dan 1 punt halen als team. Kom op. Ja, of hopen dat Freek het heel goed doet. Ja. Nou, en dat hij jou er doorheen sleept. Het voelt allemaal niet zo slecht. We gaan knokken. Mooi. Heel mooi. Mooi. Oké, jongens. Fijne avond. Fijne avond. Tot volgende week. Hoi. This is the putt of the championship, Peter. Yeah, if ever you wanted to hold one. Yeah. Just to keep a one-shot lead. Oh boy. Well, that all happened amazingly. Birdies, the 14th, fist pump. Had 4-shot lead and he's now just bogeyed the next 3. This is it. This to tie. Nope. God for life.